Goedemorgen jongens, ik doe zachtjes, want iedereen slaapt hier nog. Het is zondag en welkom bij mijn zondagteende live. Ik ben inmiddels wakker geworden. Ik heb mijn bed afgehaald, want die ga ik zo verschonen. Het is al licht buiten aan het worden, dus dat is mooi. Ik ga even lekker op mijn gemak douchen, eigenlijk een beetje klaarmaken. En zometeen even beddengoed zoeken wat ik op mijn bed wil doen. Klaar. Ik heb lekker gedoucht, haar gedaan, make-upje zit er weer op. En ik ga even mijn bedden goed zoeken, want ik ga mijn bed opmaken. Goed, het bed is inmiddels opgemaakt. Ik ben helemaal ready. Ik heb schoenen aan, want ik ga even boodschapjes halen. Dat doe ik vaak altijd op zondag. En haar. Nee, dat doe ik regelmatig op zondag. Altijd even drinken en dat soort voorraadjes voor de komende week halen. Dus dat ga ik nu doen. En daarna ga ik nog een beetje opruimen. Hier moet ik nog doen, dus dat gaan we nu doen. Maar we gaan eerst even boodschappen doen. Het is nu 12 uur. Inmiddels. Het is gewoon echt een hele chille ochtend. Het is trouwens precies 12 uur. Ja, dat ga ik dus nu doen, boodschappen halen. Normaal drink ik tussendoor natuurlijk 's morgens ook nog even een kopje koffie en ontbijt ik. Maar ik heb vanmorgen een glas van die ontbijtdrink op. Heb ik niet gefilmd. En verder nog geen koffie ofzo. Dat ga ik straks doen. Ik ben lekker bezig. Soms drink ik gelijk koffie. En vaak op de zondag is het echt wel een ding van, komt straks allemaal wel. Maar goed, we gaan naar de winkels. En daar ben ik weer, thuis. Boodschappen uitgepakt, ik heb net gelijk even een broodje gegeten. En ik heb een fles water mee naar boven genomen. Want ik drink veel te weinig. En ik wil meer gaan drinken. Dus vandaar een fles water. Maar nu is eigenlijk het
punt dat ik vrij weinig te doen heb. Het is echt een chille zondag. Weinig te doen. Ik ga vanavond wel lekker koken trouwens. Maar ik heb nu eigenlijk een slash ontbijt slash lunch op. Een soort van. Dus dat is wel weer lekker. Goed, het is tijd voor mijn eerste kopje koffie van de dag. Het is nu... Hoe laat leven we? Het is 2:30 geweest. En ik heb nog geen enkel kopje koffie op. Normaal heb ik er al echt wel 3-4 op. Maar ik probeer aan het weekend de laatste tijd een beetje te minderen met koffie. Omdat ik dat net even te makkelijk drink. Dus een kopje koffie meer of minder in het weekend. Dat zou wel fijn zijn. Dus ik ga nu aan mijn eerste kopje koffie beginnen. En ik ben trouwens lekker even op bed aan het editen op de laptop. Goed, ik kreeg het een beetje koud. Dus ik heb even zo'n warme snuggle hoodie aangedaan. Maar het is inmiddels 4:50. Ik ga beginnen aan mijn eten. Ik ga aardappeltjes eten met soep, gehaktballetjes, kleintjes en wortel. Dus ik ga mijn eten lekker doen. Mocht je dat trouwens afvragen, ik ben trouwens degene die hier 9 van de 10 keer kookt in huis. Omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. En het is lekker. Goed, het avondeten zit erin. Ik heb even die oversized trui aangedaan en een vestje aangedaan. Want ik ga zo even naar mijn opa en oma. Maar ik zat dus net een video te kijken van Bokudo. Die dus chips probeert met ketchup en mayo en zo. En op een of andere manier denk ik, oh, ik heb trek in chips. Dus ik heb chips. En ik ga even een video kijken. Dan ga ik zo de gaai naar boven doen. Die moet slapen. En dan ga ik naar mijn oma. Want ik moet nog iets regelen voor Jesse's verjaardag morgen. Oké, goed. Het is ingepakt. Ik ben nu onderweg naar opa en oma. Ga ik even die snoepjes in die beker doen van Mario van Jesse. Laat ik jullie lekker voor de piaat dan zo zien. Die is wel echt heel top. En dan ben ik ready. Doe ik gelijk even een bakje daar. En dan ga ik daarna weer lekker naar huis toe. Toppie. Het is trouwens echt heerlijk buiten. Ik heb gewoon mijn jasje aan die ik bij Centerparks vandaan heb. Deze heb ik natuurlijk gekocht bij Centerparks. Met S. Dat is steeds een topjasje. Je schijnt een maat 2x XL te zijn. Normaal heb ik een M of L aan. Het is echt geen XL. Hallo. Hallo. Hey. Die dingen van Jesse in orde maken. Ja. Het is 9:30. Ik hoorde van half alles geklet. Maar het is 9:30. En oftewel er nog steeds een avondklok is de komende 2 dagen. Ga ik me onderweg naar huis. Wat een geschil overal zeg. Jeetje meer. Maar goed. Het is ja, ik heb het al 10 keer gezegd. Maar goed. Op naar huis. Het is nou zo koud aan het worden nu. Morgen is Jesse jarig. Maar die vlog ga ik apart doen. Ik ga namelijk morgenochtend deze vlog editen. En morgen een nieuwe vlog starten. Mijn laatste weekje vrij. Dan gaat het echte leven weer beginnen. En heb ik gewoon elke week werk. Echt zo blij mee jongens. Echt serieus. Oh, het scheelt zoveel. Ik ben dus echt aangenomen nu. Papieren zijn bijna rond. Ik moet morgen nog even wat dingen mailen. Slag, Avia, slinger. Ik vind het wel dat ik dat elke dag helemaal naar slinger moet met een ezel. Dat is toch echt een stukje. Maar goed, we moeten er wat voor over hebben. In ieder geval ben ik bijna thuis, dus ga ik me lekker omkleden. En ik heb bij mijn moeder op de bank. Want die is alleen thuis, maar mijn pa's werken. Dus vaak zit ik gewoon boven. Doe ik daar lekker mijn ding. Maar nu gaan we voor de verandering eens lekker beneden zitten. Goedemorgen. Het is de volgende dag jongens. Ik ga de vlog afsluiten en gelijk editen. Gisteravond heb ik niet meer gevlogd. Ik heb op de bank gezeten met mijn moeder. En ik ga nu beginnen met editen. Dus kijk de volgende vlog als je wilt zien wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Doeg!